Een hele goede morgen mensen. Het is vandaag vrijdag. En ik ben al best wel een tijdje wakker. En ik ga zo meteen pas douchen. We hadden vanochtend pannenkoek gegeten. Toen had ik Nela even klaargemaakt, in bad gestopt. En een beetje gerommeld in huis. En nu net heb ik haar op bed gelegd. En heb ik tijd om mezelf even te pamperen. Dus ik ga voor mijn onrustige huid even een maskertje opdoen straks. En daarna ga ik douchen, mezelf aankleden en klaarmaken voor de dag. Maar ik dacht, ik ga je eerst even het maskertje laten zien. Want dat is eigenlijk ook het eerste wat ik ga aanbrengen voordat ik straks de douche instap. Want jullie kunnen wel zien dat mijn huid mega onrustig is. En dat heeft echt een beetje te maken met hormonen. Want dat zie je ook gelijk dat hier dit gedeelte een beetje rood is. En dat ik last heb van ontstekingen. Maandag ga ik as we speak naar de schoonheidsspecialist. Dus dat is wel fijn. Dan kan ze alles een beetje uitknijpen en verzorgen. Maar nu moet ik het nog eventjes thuis doen. Dus ik ga mijn masker er even bij pakken. En jullie laten zien welke dat is. En dan ga ik die opdoen. En daarna gewoon lekker de rest van de dag in huis rommelen. Ik moet eigenlijk ook nog even naar kantoor straks voor wat pakketjes. Dus dat is wat ik ga doen. En Nela ligt lekker te slapen. Dus ik heb even tijd voor mezelf. Kijk, dit is het masker waar ik het over had. Hij is van het merk Clay & Glow. En jullie hebben hem misschien al wel eerder voorbij zien komen als je me volgt op Instagram. Want ik had hem al een tijdje geleden getest. En dit is eigenlijk gewoon een masker die je in 10 minuten op je gezicht laat zitten. Die je huid heel goed schoonmaakt, maar ook de onzuiverheden vermindert. En het gewoon net even wat meer kalmeert. En dat is voor mij in dit geval echt top, omdat mijn huid dus nu super onrustig is. Het is een klein masker, zoals de naam ook al zegt, Clay & Glow. Dus die hoef je er niet af te trekken. Je kan hem er gewoon van afwassen met het daarbij behorende washandje. Dan heb ik ook nog zo'n haarbandje die ik in ga doen en een kwastje die erbij zit, zodat ik het ook gemakkelijk kan aanbrengen. Dus dat is het eerste wat ik nu ga doen. Dit op mijn gezicht doen. Ik heb trouwens mijn gezicht al gewassen. En dan ga ik hem opdoen. En dan onder de douche lekker afspoelen. Masker zit al ongeveer 5 minuten op mijn gezicht. En je kan zien dat hij op sommige plekken echt al helemaal is opgedroogd. Dus ik ga alvast even al mijn spullen klaarleggen in de badkamer. Dan ga ik het straks onder de douche, zoals ik al zei, eraf spoelen met het daarbij behorende washandje. En ik moet ook even kijken wat ik aantrek straks. Ik denk gewoon een cozy, chill outfitje voor vandaag. Maar dat kan ik dan nu beter doen, zodat ik het straks in één keer kan afspoelen en mezelf lekker kan aankleden en verzorgen. Ik kom net onder de douche vandaan en Nela ligt nog steeds te snurken. Dus ik ga zo meteen ook lekker even mijn ogen dicht doen en een powernapje doen. Maar ik wilde jullie nog heel even zeggen dat ik ook een kortingscode voor jullie heb van Clay & Glow. Die zet ik even hier in het schermpje erbij en in de beschrijving hieronder. En ik ben echt super blij met wat het doet met mijn huid. Ik merk vooral dat wanneer mijn huid zo rustig is als vandaag, dat het gewoon wat meer kalmeert. Het voelt gewoon heel erg schoon aan. Het is echt een soort van deep cleanse voor je gezicht. En de poriën die zien er ook veel kleiner uit wanneer ik het heb gebruikt. Dus dat vind ik wel echt heel chill. Dus mijn huid is weer lekker schoon. Ik ga nu lekker even mijn ogen dicht doen. En dan zie ik jullie straks weer als ik weer wakker ben. De nieuwe bank is binnen. En we gaan hem even openmaken. Nela is helemaal excited. Ik ben zo benieuwd hoe die gaat staan. Want ik heb alleen van die stofstaaltjes zeg maar bij de vloer gehouden om te kijken hoe dat zou staan. En dat zou vet zijn, maar goed, we hebben hem nog niet hier gezien. Dus ik ben benieuwd. Goedemorgen mensen, het is vandaag zaterdag en ik sta hier in een zolder die we nog aan het verbouwen zijn. Of op of in of op een zolder, I don't know. En ik heb mezelf zojuist klaargemaakt, want wij gaan zo meteen naar de Lotus 5 om voor beneden in de woonkamer een nieuw vloerkleed te halen. En eventjes een beetje te oriënteren voor de babykamer, want als deze zolder af is, dan kunnen wij ook de babykamer gaan afmaken. Maar dit is sowieso nog wel echt even een projectje.
Dus daar komt nog een apart video trouwens over online als dit af is. Maar nu ga ik me even richten op de woonkamer, want we hebben een nieuwe bank. Die ga ik jullie straks laten zien. En daarvoor moeten we even een nieuw vloerkleed halen. Dus dat gaan we dan straks doen. 19 weken zwanger trouwens vandaag. Dit is de babybelly. Super klein nog. Maar ik voel haar wel schoppen. Dus dat vind ik echt heel leuk. Dat het nu steeds meer een beetje ja, real wordt voor ons. Dan dat het gewoon een klein buikje is. En je weet dat je zwanger bent en that's it. Maar ja, het gaat hartstikke goed. Ik heb binnenkort ook alweer de 20 weken echo. Dus dan gaan we alles weer eventjes goed kunnen bekijken. En ja, dat is even een update zo far. Ik voel me goed. Het ging alleen de afgelopen 2 weken iets zwaarder. Omdat Dwayne weg was voor werk. Dus ik had Nela in mijn eentje thuis. En dat was best wel even pittig. Maar hij is weer thuis. Dus dat is fijn. Dan kunnen we het weer met z'n tweeën doen. Dus ik neem jullie mee. Ik ga jullie eerst dan even de outfit laten zien in de spiegel. Dit is de look over de day. Ik ben weer helemaal buiten adem van het praten. Goodness lord. Energie van nul. Deze blouse is van Milamoon. Mijn eigen webshop. Kettingen zijn van ASOS, Focus, ja, hij is gefocust. De pet, die kennen jullie wel, LA. En dan heb ik gewoon een lekkere stretch high-waist broek aan van Pretty Little Thing. En een simpel hemdje, want geen inspiratie wat ik moet aantrekken. Dus dit is het maar geworden. Dus ik ga nu naar beneden, Nela even aankleden. En dan nemen wij jullie mee naar de Lotus 5. En dan gaan we een nieuw vloerkleed uitkiezen. En dit is trouwens onze nieuwe bank. Die had ik jullie nog niet laten zien. Waar we super blij mee zijn. Het enige wat er nog niet compleet aan dit hoekje is, is het vloerkleed. Want dit vloerkleed is echt gewoon veel te klein voor bij deze bank. Omdat deze echt wel een slag kleiner is dan onze vorige bank. Dus dat is onze nieuwe hoek hier. Kom eens naar mama. Heb je lekker geslapen, schatje? Geef mama eens een knuffel. Oh, liefie. Ben je nog een beetje snotty? Ja. Ja? Zullen we jou even opfrissen? Gaan we dan naar de Lotus 5? Ga je mee met papa en mama even wandelen en eten? Ja! Ja! Dat kontje, ze duwt helemaal de billetjes naar achteren. Zo mooi kun je zingen. In de Lotus 5. En ik heb het juiste vloerkleed nog niet gevonden. Dus dat is wel jammer, maar ik hoop dat ik hem nog tegenkom. Ik heb er wel eentje gezien, die vind ik wel mooi. Tweeën op zich ook wel. Maar die ik zocht, heb ik nog niet gezien. Van het merk I Made With Love. Dus ik hoop dat we hem alsnog gaan tegenkomen. En zo niet, dan ga ik misschien toch voor die beige. Toch? Ja. Ja? Vond je die ook mooi? Ja. Oké, okay, nou. Ja. Dan hebben we in ieder geval een optie. Oké. En Dwayne loopt nog steeds naar de bank. Die we echt heel lang geleden in het begin hadden gezien. En nog steeds ziet hij een soort van zwak voor of zo. Ook mooi met zo'n kleed wel, hè? Genoeg voor 4 kinderen. Genoeg voor 4 kinderen. Mama ook zitten? Nee, papa. Ja, het is het. Kijk, dit is het kleed waar ik het net over had. En ik vind hem wel echt heel mooi. Er zit een soort van ja, geweven stuk doorheen. Maar die vond ik ook wel heel erg mooi. Die is ook gewoon heel simpel. En lekker groot. Oh, lastig dit. Wij zijn inmiddels weer terug van de Lotus 5. En geen vloerkleed gevonden. Super irritant. Want we hebben nu echt een heel klein vloerkleed bij de bank. Maar op zich heb ik er nu online wel eentje gevonden die ik mooi vind. En dan weet ik niet hoe die staat bij de bank. Maar dat moeten we dan maar eventjes aankijken. En Dwayne die is net vertrokken. Die gaat even karten met vrienden. En ik ga met Nela even wat bami opwarmen en lekker eten. Als het niet al klaar is. Bami eten. En it's ready. Gaan wij nu lekker eten met z'n tweeën. De vrouw die zit lekker even in bad. En ik ga zo meteen, zodra zij ligt te slapen, mijn make-up eraf halen. Douchen. En als ik tijd heb, of als ik nog energie heb moet ik zeggen. Dan ga ik ook even mijn nagels doen met een nieuwe shellac erop. Want het begint een beetje te fladderen. Dus ja. Mama.
Dat is papa en mama, hè? Papa en mama en papa. Ja, papa en mama Nijn. Hoi, hoi, zie Nijn. Hoi, 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 hoi. En dansen door het huis. Want weet je wat ze had gehoord? Er kwam een kleine pluis. Komt er een babypluis? Baby. Is mama zwanger? Mama is zwanger. Ja, mama is zwanger. Wauw. Zoek je op. Wil je niet meer? Mijn mes op. Is het klaar, het verhaal? Ja. Ja? En dan zeggen we slaap lekker. Boomba. Welke? Boomba. Boomba. Oké, gaan we Boomba nog lezen? Ja. Oké, ga jij Boomba nu voorlezen? Ja. Ga jij vertellen wat er in het boekje staat? Wat staat er? Een pootje. Dat zijn inderdaad pootjes. Ik pakken. Ja, en wat gaat Boomba doen? Nela die ligt inmiddels lekker op bed en ik ga nu eventjes douchen. En ik dacht ik ga jullie gelijk even laten zien welke producten ik gebruik om mijn gezicht mee te reinigen. Allereerst de Estée Lauder Advanced Night Micro Cleansing Foam. Super fijn om daarmee make-up eraf te halen. En daarna ga ik nog lekker even scrubben met de Cora Organics Turmeric Brightening and Exfoliating Mask. Dit is eigenlijk een masker, maar je kan hem dus ook gebruiken als scrub. Omdat er van die scrubdeeltjes in zitten die best wel grof zijn. Maar één keer per week of soms twee keer doe ik hem ook als masker. Gewoon even iets langer op mijn gezicht. En dan laat ik hem altijd lekker eventjes onder de douche zitten. Ik kom net onder de douche vandaan en Nela die werd zojuist wakker. Helemaal huilen en in paniek. Die zegt even dat ze bang is. En ook lijkt het een beetje alsof ze ziek aan het worden is. Dus ik heb haar gewoon even eruit gehaald. En bij mij gelegd. Omdat ik... ze is ook van Dwayne is toch niet thuis. En als ze straks thuis komt, dan kan hij haar altijd nog in haar eigen bedje leggen. Dus zo makkelijk ben ik dan ook wel weer om haar gewoon lekker bij me te nemen. Dus wat ik nu ga doen, is dat ik lekker ga slapen. Ik verwacht dat Dwayne voorlopig nog niet thuis is. Dus we hebben hier heerlijk het bed voor onszelf. En dan... vlog ik gewoon morgen verder. En ik heb trouwens nog iets leuks voor jullie. Want dat heb ik jullie nog niet laten zien. Maar ik bedacht me net onder de douche dat ik jullie de beelden nog niet heb getoond. Van hoe wij, zeg maar, familie en vrienden hebben verteld dat wij in verwachting zijn van een tweede kindje. Dus die ga ik nu eventjes in beeld brengen. Ik heb een soort van compilatie gemaakt van de mensen die we hebben gefilmd op het moment dat we het hebben verteld. Niet iedereen in onze omgeving hebben we gefilmd. Sommigen weten we dat ze liever niet op beeld komen. Dus die hebben we ook niet gefilmd voor deze compilatie. Maar sommigen weten we van oké, dat kan wel. Zoals mijn vader en mijn zusje en mijn moeder. Weet je, dat weten we gewoon dat het goed zit. Dus hun reacties en van vrienden ga ik jullie nu even laten zien in een soort van mini filmpje. De reacties van familie en vrienden. Hoe wij het hebben verteld. Dus dat komt nu even in beeld. Laat ik maar open. Oh, nou, dat is spannend. Goud doosje. Ik moet lachen. Oh, heb je iets gedaan? Ja, die tweede moet eruit geven. Heb je hem al getekend? Kijk eens wat erop staat. Nog eens kijken wat erop staat. Heeft ze zelf geschreven? Ja, dat zal wel. Maar ik dacht, ik wil het wel even persoonlijk komen vertellen. Wat een zin lief, hè? Keer opa en vrouw. Een kleine mededeling. Nee, nog niet. Misschien ooit.
zeggen dat wij het fijn vinden om weer met jullie samen te zijn. Het is lang geleden. Het is te lang geleden. Het is daarom extra fijn om met jullie nu aanwezig te zijn. En dan heb ik nog een kleine mededeling. Maar ik verwacht er nog een kleine. Nou, dat was dat dus hoe onze vrienden en familie hebben gereageerd op dat wij zwanger zijn. Tenminste, ik zwanger ben en Dwayne eigenlijk ook gewoon weer papa gaat worden. Dus dat wilde ik je nog steeds laten zien. Ik had die video al op mijn computer staan, maar ik had nog niet een geschikt moment gevonden om die te uploaden. Maar ik dacht, ik kan het net zo goed in deze vlog gelijk laten zien. Dus dat. Ik ga lekker slapen en dan zien jullie mij morgen weer terug. Dus straks in deze video gaat hij gewoon weer door met de volgende dag. De volgende dag en wij gaan met z'n drietjes naar Hans en Grietje in Zeewolde. Dat is een pannenkoekrestaurant. Dus ik neem jullie mee weer vandaag op pad. Ik ga mijn jas nog even laten zien. Tenminste mijn outfit. Outfit of the day. Jas, Primark en twee zomer. Daaronder heb ik een blouseje aan van Lovies. Mijn schoenen van Azara, die hoge boots. En daaronder gewoon nog zo'n zwangerschapsbroek van all black met grijs. En nu gaan wij vertrekken met z'n drieën. Ja, ga maar. We zitten nu bij Hans en Grietje, maar Nela die is zo bang voor die heks er achter. Super chillig. Het eten is er al. Dus dit wordt gewoon zo eten met jou op mijn schoot. Hè? Dat is allemaal zo eng. Ja, Luca. Niks aan de hand, toch? Oh. Ik heb een appel-kaneelpannenkoek. Of eigenlijk hebben we gewoon twee pannenkoeken genomen, omdat we allebei zin hadden in hartig en zoet. Dus we doen gewoon helft-helft. En van Nela een naturel pannenkoekje. Eet smakelijk! Lekker! Oh, 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 oh! Niks aan de hand, ik heb dingen door. We zijn net weer terug van Hans en Grietje. Het is 3:30 en ik ben echt helemaal kapot. Dus Dwayne die gaat nu met Nela even lekker op de bank zitten en ik ga een middagdutje doen. Dat kan niet meer. Ik kak gewoon helemaal in. Koos energiedoos. Nou, mevrouw is ook lekker fris. Hij lekker in je ballenbak spelen. Goedness. Net in bad geweest, want ze had flink gepoept toen ik wakker werd. En nu gaat ze even spelen en dan gaan we wat eten beneden. We zijn net klaar met eten en ik ga even mijn shellac eraf halen. En daarvoor gebruik ik dan de C&D Awfully Fast om het zeg maar los te weken. Dat ga ik nu eventjes... Wel even neer.
dan ga ik nu mijn nagels lakken met de C&D shellac en de lamp die daarbij hoort. En dit is de kleur die ik ga nemen, gewoon helemaal zwart. Eerst een base coat gaat erop en daarna gaat er een topcoat op. Deze, de original topcoat. Dus dat ga ik nu eventjes aanbrengen op mijn nagels. En mijn nagels die zijn klaar. Weer lekker fris en kort en een beetje rondgeveld. Dus ja, happy new fresh nails. Wij gaan lekker slapen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.